Zaterdag speelt NEC misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. De wedstrijd tegen Excelsior, de strijd der gelijke machten. Ja, absoluut. Excelsior heeft 31 punten, zijn een beetje in de flow. Wij zijn natuurlijk op het moment niet zo in de resultaatsflow. Maar dat zijn teams die 50-50 wedstrijd. No? Als je tegen Ajax of zo speelt, dan weet je dat het andere team is beter. Maar morgen weet je niet hoe precies beter is. En ja, is gelijkwaardig een beetje. Excelsior speelt thuis op kunstgras en dat kan voor NEC een voordeel zijn. Ach, ja, ik denk dat ze even punten gepakt thuis. Maar dat hebben we niet thematiseerd in het team op kunstgras of niet. Omdat ze toch iedere tweede week dan toch op natuurgras ook spelen moeten. En daar hebben ze ook een paar punten gepakt, denk ik. En nou, dat is niet belangrijk voor ons. De NEC-fans zien deze wedstrijd als de kampioenswedstrijd. Is dat in de spelersgroep ook zo? Ja, maar ik moet dat je het nu ook niet nog 100 keer zeggen. Het kan 3 dingen kan morgen gebeuren. En dat leven gaat daarna ook verder. Zo, daarom concentreer ik me heel goed op het team, op de groep. En alles wat daarvoor en daarna is, dat interesseert me nu niet. We moeten een wedstrijd morgen winnen, dat weten we. Het was een bewogen week voor spelers en staf. Er gebeurde van alles. Boosheid bij supporters kan je ook zien als een hart onder de riem steken. Ja, positief of negatief. Ik concentreer me nu alleen op Excelsior wedstrijd. En alles andere wat hiervan gedoe is, interesseert me eigenlijk niet meer. En de trainer zelf? Ik ben totaal geconcentreerd en probeer alles als trainer te doen wat ik in mijn trainersvak geleerd heb. En probeer mijn jongens te ondersteunen. Tot slot nog even de fysieke problemen. Bijzonderheden zijn alleen dat Mohamed Rahi en Greg Breinburg geschorst zijn. En alle andere spelers zijn fit. Ook Michael Dierenstam is weer in de training. Robin Buwalda is vol in de training. Dat is het. Zaterdagavond om 6:30 onder leiding van Björn Kuipers. NEC Excelsior in een hopelijk uitverkochte Goffert. Het lijkt erop alsof de Bouge eerst de verkeerde kant opdraait. Maar zijn volgende...